Naarmate een boom in een boord groeit, heeft het ondersteuning nodig. Wind kan die stam beschadigen en ook veroorzaakt dat die boom in die verkeerde richting groeit. Om te voorkomen dat dit gebeurt, wordt de centrale leier van die jongboom ondersteund. Hallo daar en welkom bij hierdie film waarin ons zal kijken naar die wijze waarop bome in die boord ondersteund worden. 30 jaar geleden is vruchtenbomen 5 meter uit elkaar geplant, met 5 meter se groeiruimte tussen die rijen, oor genoeg ruimte voor groei en oor genoeg ruimte voor uitspreid. Deesdae echter verskil moderne vruchtenboerderij methodes. Die doel is om zoveel mogelijk vruchten per hectare zo gauw als mogelijk te oes. Bomen worden baie nader aan elkaar aangeplant. Elke boom is nu 1,5 tot 2 meter weg van zijn buurman in die rij en die spasie tussen die rijen is 4 tot 4,5 meter. Die meeste zachte vruchten heeft een centrale leier. Die centrale leier moet sterk wees en rechtop groei. Daarom wordt het ondersteund door een draadstelsel wat gespannen is tussen palen in die middel van die boordrij. Een zekere mate van beplanning is nodig, want die prielstelsel wordt staan gemaakt voordat die bomen aangeplant worden. Die meeste nieuwe wortelstokken het redelijk vlak wortelstelsels wat niet dieper als 30 of 40 cm groei nie. Dus het die bomen ondersteuning nodig om dit rechtop te kan staan. Die oprichting van een prielstelsel is duur, maar daar is geen kort paaie nie. Dit moet behoorlijk gedoen worden, anders kan sterk winde of soos die boom zwaarder wordt, dit in mekaar laat tuimel. Die twee komponente van een prielstelsel is die pale en die draad. Die pale is 50 mm dik en wordt 600 mm diep begraven, met 3 meter wat bo die grond gelaat wordt in die geval van appel- en peerstelsels en 3,6 meter voor pruime. Die optimale afstand wat tussen palen gelaat wordt is ongeveer 15 meter. Die palen aan die einde van die rij is een beetje dikker tegen 75 mm. Die meest kritieke deel van een prielstelsel is die verankering. Elke eindpunt moet stevig in die grond geankerd wees om die hele stelsel te versterken. Een van de goedkoopste en doeltreffendste manieren om dit te doen is om een gat 2,5 meter weg van die eindpaal en 1,5 meter diep te graven. Plaas een oude motor buitenpan rechtop in die gat en bind die staalsteendraad aan die band vast. Maak die andere punt van die draad aan die toppen van die eindsteenpaal vast. Begrawe die band en compacteer die grond bo dit. Indien druk op die band geplaas word wanneer die preel in sterk wind beweeg, rek dit om die druk te absorbeer. Een tweede methode wat beter is, is die plaatsing van de tweede paal in die grond diagonaal om die eindpaal te ondersteun. Ander vooraf vervaardigde stelsels is ook beschikbaar, maar die wat ons genoemd het is bewese en wordt dikwijls gebruikt. Een nie ondersteunde boom zal korter als een ondersteunde boom wees. Een ondersteunde boom wordt groter als een nie ondersteunde boom en zal meer vruchten dragen omdat dit een groter vruchtedraande area heeft. Een stuk draad wordt dikwijls tussen die hoofdraden bij de positie van die boom vastgemaakt en die centrale leierlood kan daaraan vastgemaakt worden voor ondersteuning terwijl het groeit. Die centrale leierlood van die boom wordt met die prieldraad verbind door een buigbare poliebuis wat een spaghettibuis genoemd wordt. Naarmate die draad verouder, rek dit en daarom is het belangrijk om die draden te herspan wanneer dit nodig is. Bome presteer baie beter wanneer dit een goeie prielstelsel vir ondersteuning het. Sodra die boom uitgegroei is, kan die stelsel verwijder word. Maar dis baie werk om een prielstelsel te verwijder en oor die algemeen word dit in die boord gelaat.